Nou. Dit is dan zo'n beetje waar ik de kost mee verdien. Waar ik persoonlijk in mijn vrije tijd veel meer in geïnteresseerd ben, mag je rustig weten. Dat is de minimal poetry. Waar dat ook wezen mag. En niet alleen poetry, zoals Vincent van Gogh zich ook bezig hield met schrijven. Zo houd ik mij ook weer bezig met schilderkunst. En dan ook weer bij voorkeur de minimal painting. Ik weet niet of je op de hoogte bent van schilderkunst. Ja, iedereen kent natuurlijk wel de reproductie van Van Gogh. Ja, u lacht erom, maar wist u dat hij ook schilderijen maakte? Ja. Ik heb ook wat paintings van eigen hand meegebracht. Dit is zo'n minimal painting van mij. Kijk u maar rustig. Ja, de een vindt het rommel. Een ander vindt het zonde van de tijd. Een derde vindt het weggegooid geld. Dat vind ik ook mooi van de minimal art. Iedereen ziet er weer wat anders in. Ik heb ook ooit een minimal tweeluik gemaakt. Dit is het eerste doek. Het stelt voor de Sahara. Ik heb geprobeerd met het doek uit te drukken de moeilijkheid die Bedouïnenkinderen ondervinden om in zo'n weinig bosrijke omgeving als de Sahara op eerste paasdag hun paaseitjes te verstoppen. Wanneer we echter het tweede doek erbij invoegen, zien wij hoe het de kinderen toch nog is gelukt om de eitjes in het zand te verstoppen. Dan wil ik ook voor de aardigheid hier, zoals het in de jaren 60 nog eens gebruikelijk was, een stukje live gaan painten, geïnspireerd door poetry. Poetry is natuurlijk heel wat anders dan candlelight. Het is niet van rozen verwelken, schepen vergaan. Gezemel daarover blijft altijd bestaan. Dit is een voorbeeld van minimal poetry. Geïnspireerd door dit gedicht sla ik aan het werk. Eens te zijn, doel van God. Stil verglijdend zinnenbeelden. Trekkend fel verlegen regenbogen, langs een steeds weer vragend pathos, volzien, voelen, lijden, telkens weer. Een smekende omhelzing, haast te veel voor de mantel van Dubrovnik. Nee, mam, het is geen cryptogram. Het is poëzie dat menig hart al wist te raken. O, waarom dan kan ik er geen chocola van maken? Weet ik dan ook weer. Geïnspireerd daardoor sla ik aan het verven. Erik, heb je misschien een minimal muziekje van mij? Prachtig. Nee, mam, het is geen cryptogram. Het is poëzie dat menig hart al wist te. Trekken fel verlegen regenbogen langs een steeds weer vragend pathos. Een pathos vol zien, voelen, lijden, telkens weer. Een smekende omhelzing wordt dan 1. Dit wordt dan 2. En dat is 3. Bekijken wij dan nu gezamenlijk het resultaat? Shit, mislukt. Sorry. Het lijkt wel een koektrommel. Ja. Ik was er ergens wel bang voor. Ik heb dit trucje al zo vaak gedaan. Voor het VVV in Staatskanaal, voor Nut in Appelscha. Het is altijd vlekkeloos gelopen. Sta ik hier in Leiden. Dat spul erbij, televisie. Ik was wel bang voor. Ik denk, ik ga niet af in Appelscha, niet in Staatskanaal. Nee, waar ga ik af in Leiden? Waar ga ik af? Leiden. Voor een verdomd gezellige zaal. Ik heb wel leuke reacties gehad over het algemeen. ABTB in Ogeveen was ook bijzonder enthousiast. Maar ja, ga niet af in Ettenleur.
Niet in Enschede. Gaaf in kleur. Op Nederland 2.